Zaterdag 7 maart werd in de Mauritskazerne de landelijke Boominfodag gehouden. Het is een congres over bomen en groene infrastructuur in een gemeente. Jan-Willem de Groot is opgegroeid in Lunteren en organiseert al 15 jaar dit congres. Ja, de Boominfodag is een congres waarbij we wetenschappelijke en praktische kennis samenbrengen. En we mensen uit het vakgebied uitnodigen om hun kennis te delen. En dat doen we al sinds 2008. Ja, want ik had vernomen dat jij dit al 15 jaar organiseert. Klopt, dit is de 15e editie inderdaad. Ooit begonnen in 2008, ook in de gemeente Ede, maar toen in Lunteren, in Congrescentrum de Wereld. En vandaag dus de 15e keer dat we eigenlijk het vakgebied, mensen die met bomen bezig zijn in hun dagelijkse werk, bij elkaar brengen. Is het ook de reden dat het 15 jaar is dat het weer in Ede is? Om eerlijk te zeggen niet, dat is eigenlijk toevallig. We zoeken elk jaar een gemeente die gastheer wil zijn. En zo zijn we hier uitgekomen, dus eigenlijk toevallig dat het zo bij elkaar komt. Wat brengen jullie mee aan deze mensen? Dat zijn mensen van allemaal gemeentes. Is dit ook om gemeentes groener te maken? Nou, uiteindelijk is het concept dat we kennis met elkaar delen en dus ook laten zien wat zijn goede ervaringen. De sprekers van vandaag, maar ook morgen, die vertellen over hoe zij bijvoorbeeld in hun gemeente of in hun organisatie op een hele succesvolle manier omgaan met het beheer en het beschermen van bomen. Nou ja, en daarmee willen we eigenlijk mensen enthousiast maken om dat ook te doen, om dat op te volgen, daarvan te leren. En het is ook heel erg inspirerend bedoeld. Dat mensen ook een stukje vertrouwen krijgen van als we dit met elkaar doen, dan kunnen we verschil gaan maken. Ja. U bent zelf ook hebt zelf gewoond in Ede. Is dat ook daarvan die passie van bomen gekomen? Ja, absoluut. Ik ben opgegroeid naast het Edese bos. En dat realiseer je dan vaak pas als je wat ouder wordt. En denk je, waar komt die passie vandaan? Ja, wij gingen vroeger, toen ik jong was met mijn ouders, elke zondag wandelen in het Edese bos of op de Ginkelse Heide. En daar is wel het zaadje geplant, zeg maar, om uiteindelijk ook iets in dit vak te gaan doen. Ja, nou is het thema begon met AI. Dat is heel wat anders. Dat denk je niet bij aan groen. Hoe werkt dat samen? Ja, dat is een heel interessante, want kunstmatige intelligentie, we hebben het natuurlijk allemaal over. Ik denk dat iedereen wel eens met ChatGPT gewerkt heeft of geprobeerd heeft. Wij zijn aan het onderzoeken van hoe kunnen we die nieuwe technologie ook gebruiken in het dagelijks beheer van bijvoorbeeld bomen. En je kunt je voorstellen op het moment dat we dit soort machine learning gebruiken om bijvoorbeeld te ontdekken welke bomen zijn ziek, welke bomen zijn juist gezond, welke bomen groeien goed en welke groeien minder. En dat kan ons enorm helpen om betere beslissingen te maken. Toch benadrukken wij ook met name op dit congres dat er een hele duidelijke relatie is. We weten dat groen belangrijk is voor de gezondheid van mensen, voor het welzijn van mensen. We hebben het tegenwoordig vaak over de ecosysteemdiensten die bomen leveren. Ze maken onze lucht zuiver, ze leveren zuurstof, ze slaan koolstof op. En daar zie je dat dus de wetenschap en gewoon de dagelijkse beheer van bomen elkaar raken en elkaar uiteindelijk versterken om die bomen een betere positie te geven in het stedelijk gebied. Zo'n boomevenement, is dit belangrijk voor de gemeente Ede? Ja, het is heel belangrijk voor Ede in eerste instantie al, omdat wij in Ede heel veel op het gebied van de bomen hebben. Aantal bomen, maar we hebben ook heel veel expertise. En juist deze Boominfodag is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland, maar ook voor adviesbureaus en andere specialisten. En het gaat met name hoofdzakelijk om dus kennis delen en elkaar ontmoeten. Ja, want ik heb gelezen, Ede heeft, en dan heb ik buitengesloten van de natuurgebieden, 65.000 bomen. Is dat veel? Ja, dat is best veel. Dat is een halve boom per inwoner. Eigenlijk vinden wij ook van, daar waar wij een boom kunnen neerzetten, daar mag dat dan ook gebeuren. Ja, gaat de gemeente Ede ook hier kennis op doen? Zeker, er lopen heel wat collega's rond, ecologen, mensen die actief zijn in de openbare ruimte, lopen hier allemaal rond en die focussen zich ook voornamelijk op dus kennis delen en op dus ontmoeten. Ja, jullie ambitie is ook, ik was een paar jaar terug om de groene gemeente te worden, is dat nog steeds zo? Ja, natuurlijk. Wij zijn een groene gemeente. En we. Ja, de groenste. De groenste. Onze uitdaging is natuurlijk om de groenste ook te zijn en te blijven.